Hier aan de Lange Gasthuisstraat heeft de politie deze week fietsers beboet omdat ze onveilig door de stad rijden. We richten ons daarbij ook op voetgangers, maar in dit geval eergisteren dan op fietsers die tegen de verboden richting inrijden, die over het voetpad rijden. En in totaal zijn er toen 48 fietsers beboet geworden. De spookfietsers krijgen een boete van €150. Na preventieve campagnes om de zwakke weggebruikers te beschermen in het verkeer, blijkt nu dat ze zich vaak zelf in gevaar brengen door zich niet aan de regels te houden. We doen veel inspanningen, we proberen de fietsers en andere zwakke weggebruikers echt veilig in Antwerpen te laten rondrijden of rondwandelen. Maar blijkbaar zijn er toch een aantal ervan die het zelf niet zo nauw nemen. En we krijgen dan het signaal, zowel van de andere weggebruikers als van onze eigen collega's, van ja, we moeten af en toe toch wel eens optreden. En daarom is er die actie eergisteren gekomen en er zullen er in de toekomst zeker nog komen. Fietsende Antwerpenaars geven toe dat ze de regels al eens aan hun laars slappen. Dat kan wel eens gebeuren, ja. En hoe komt dat dan? Ja, soms is het veel gemakkelijker om door het rood licht te rijden. Of, ja, het is juist soms net rood en dat je dan grap doorvlamt. Ik heb ook al eens een boete gekregen hier in deze straat. En, maar het is, ja, het is alle fietsers, als met de fiets is allemaal gemakkelijk. En, ja. Maar het is eigenlijk niet helemaal veilig, hè? Nee. Zeker in de stad. Je moet echt wel oppassen, hoor. De politie zal de komende dagen en weken de controleacties opvoeren en zich ook richten op voetgangers.